Als kind speelde ik zelf al heel veel met materialen, met voorwerpen. Ik maakte mijn eigen wereldjes. En die wereldjes die zet ik vandaag eigenlijk ook theatraal om op het podium, samen met heel veel artiesten. Voor mij is werken met de allerjongsten ook een soort labo voor mezelf, om daarmee aan de slag te kunnen gaan en om steeds dieper te kunnen gaan in hoe kan ik een inhoud overbrengen naar een publiek, hoe kan ik communiceren, hoe kan ik ontmoeten. Dus als artiest moet je mee in dat moment gaan zitten en dat doen zij natuurlijk heel de tijd. En natuurlijk, hun focus is niet altijd heel lang of consequent. Hè. Dus zij hoppen vrij snel van het een naar het ander. Maar het punt is dat het wel binnendringt en dat je soms veel later pas ziet, een half uur later, zie je hen die dingen dan weer hernemen of herpakken, gewoon om het hun eigen te maken. En dat is ook iets wat ik als artiest dan weer interessant vind, van kijk, wat doe ik daar dan mee? Ga ik daar dan weer terug mee op verder in? Of laat ik dat gewoon bij hen? Ze zijn ongelooflijk nieuwsgierig, heel eerlijk, authentiek. Dus ze zetten je ook meteen in je blootje als het voor hen niet uitkomt of als ze het niet interessant vinden. Wat ik zo super fijn vind, is ook dat je hen heel hard ziet denken hoe de dingen in elkaar zitten. Dus je ziet hen wetenschappelijk bijna onderzoeken. En dat is ook iets dat mij als artiest dan heel hard prikkelt. Van, kijk, hoe zit een inhoud van iets wat ik wil vertellen? Ik ga heel intuïtief aan de slag. Ik start met vaak een paar ideetjes of een paar beelden of wat materiaal. En vanuit dat materiaal tracht ik te onderzoeken wat ik daarmee kan. Hoe kunnen we dat nu weten van hen? Ze zeggen niks, zij vertellen ons, maar ze vertellen ons superveel. Je moet alleen maar goed durven kijken en de tijd nemen om te kijken. En dat is dan fantastisch om te zien hoe de volwassen persoon die begeleidt, dus de begeleiders, de ouders, de grootouders, via hun kind eigenlijk ontdekken dat zij dat ook nog kunnen. Dat zij dat eigenlijk ook nodig hebben. Dat zij ook behoefte hebben aan dingen niet te begrijpen, maar ze wel te kunnen grijpen. En dat we net een zeer gelaagde manier van werken hebben. Dat we eigenlijk superveel talen hanteren, net om die gelaagdheid zo toegankelijk mogelijk te maken. Want dat maakt dat ieder kind of iedere persoon die mee in die situatie in dat moment zit van de theatrale ontmoeting, dat hij eigenlijk zijn, ik noem dat altijd, zijn emotioneel deurtje kan openen en daarin onmiddellijk contact vindt of connectie vindt. En dus het fijne is dat vaak in zo'n voorstelling magische momenten ontstaan waarin de ouder of de volwassene merkt van hey, dit had ik nog nooit gezien bij mijn kind. Ja, ik richt me vooral op dat artistieke werk en die artistieke impulsen. En uiteraard komt daar, laat ons zeggen, een stuk educatie bij, maar dat is niet de hoofdzaak of dat is niet waar wij mee willen bezig zijn. Het gaat er maar om dat sowieso gebeurt. Hè? Een mens leert bij onbekende situaties, bij nieuwe situaties, bij onbekende talen, daar leer je sowieso bij. Ook de artiest leert daarbij. En dat vind ik dan een enorm gegeven. Ik zeg altijd tegen een muzikant dat je muziek kan maken, dat weet ik. Anders zou ik jou niet vragen. Maar nu begint het. Daarmee begint het. Je kan muziek maken, maar wanneer ga je die maken? Hoe ga je die maken? Die vraagstellingen, die zetten we ook om in ons labowerk. Dus we nemen mensen mee op dat traject en al heel vroeg komen die vragen bij de artiesten naar boven. Van, wat doe ik hier nu? Is dit animatie? Is dit mijn artistiek werk daar zetten? Hoe doe ik dat? En dat proberen we dan zo goed mogelijk te krijgen. Dat mensen een goede rugzak hebben om af en toe daar, laten we zeggen, hun artistiek ei uit te halen wanneer het kan op dat moment met dat publiek in die situatie. We need a whole village to raise a child. Dat ieder mens die met dat kind te maken heeft, zijn rol speelt en zijn rol op zijn manier kan spelen en dat dat aanvullend kan werken. En zoals we dan
de begeleider, de ouder, maar ook de medische mensen daar rond, ook de psychologen en zo daar rond hebben, waarom zouden we daar ook geen artiesten toe kunnen behoren? Dat is dan een, ja, toch een beleidsvraag die ik mij stel. Ik wens jullie veel inspiratie op deze dag en veel ontmoetingen en vooral veel ideeën om daadwerkelijk tot acties over te gaan, zodat ja, dat kind ook zijn met recht en reden gewaardeerd wordt in deze maatschappelijke context en zijn enige opdracht mag blijven doen, dat is spelen, spelen en nog eens spelen. Want dat is wat een kind moet doen en moet kunnen doen.